18 april 2014 organiseren we de G8 van de filosofie. We halen de 8 belangrijkste denkers van dit moment naar Amsterdam, naar de beurs van Berlage, om daar een gesprek te voeren over de belangrijkste kwesties van deze tijd. Omdat wij denken dat deze tijd niet alleen om daadkracht, maar vooral ook om meer denkkracht vraagt. En die denkkracht die we met de G8 gaan losmaken, die is eigenlijk bedoeld om de daadkracht die wij vervolgens in Nederland graag toch ook weer willen boosten, te bundelen, zou je kunnen zeggen. Het lijkt ons een heel goed idee om die buitenlandse denkers niet zomaar naar Nederland te laten komen, maar ze te vragen om zich nadrukkelijk met Nederlandse problemen bezig te houden. De afgelopen maanden heeft u kunnen stemmen op wie die belangrijkste denkers dan zijn. En heel hoog scoren Peter Sloterdijk, John Gray, Chantal Mouffe. En die zullen ook zeker komen. Een ander iemand die heel hoog scoorde, Daniel Dennett, die is helaas verhinderd. Maar we hebben hem wel speciaal voor deze gelegenheid even gesproken over de G8. En alvast gevraagd wat hem betreft de belangrijkste onderwerpen moeten zijn. En dit is zijn antwoord. A topic that I hope would be covered at a G8 conference is how technology is actually shrinking the opportunities for meaningful lives for people all over the world, and what the effects of this are going to be, and how we might alleviate the pressure that we're going to feel from the encroachment of technology on many of the most interesting jobs in the world. Wie gelukkig wel komt is Benjamin Barber, en die heeft net een boek geschreven dat heet hoe het zou zijn als burgemeesters de wereld zouden regeren. En daarmee verlegt hij op een hele interessante manier de schaal waarop wij onze problemen veroorzaken, maar ook de schaal waarop wij onze problemen kunnen aanpakken, van nationale staten naar steden of grote stedelijke gebieden. En het leuke is, als je dat doet, dan wordt Nederland ineens een factor van betekenis, omdat wij een stedelijk gebied van 17 miljoen mensen zijn, en te vergelijken met Shanghai, Mumbai en Sao Paulo bijvoorbeeld. En het is dus heel interessant om te kijken wat Barber de belangrijke thema's vindt. En hem te vragen hoe hij denkt dat we dat op de schaal van Nederland zouden kunnen oplossen. There are a number of vital issues that affect the survival and sustainability of the human race on the globe today. Of those, none is more important than climate change and dealing with carbon emissions. And the effect it's having on the atmosphere, on ocean rise, on the climate, on agriculture. If we do not control climate change, it will destroy the human race and civilization as we know it. So that is an absolutely vital issue. And the paralysis of nation states in dealing with this problem creates a gigantic problem. That's one of the issues we should be dealing with at the G8. A second issue that defines this decade is the issue of religion. Religious fanaticism, religious extremism, and on the other side, religious ecumenical feeling, religious universality. Religion has become both the venue for the most important conflicts, hatreds, and wars of the world, and it also holds out the promise of bringing humankind together as children of one God. Both those are there. Again, the role of religion in our politics, in our economics, in our cultural societies is a second major role. The reality is we live in a world of nation states that aren't dealing effectively with either of these problems. And that brings me to the third subject, which in a way responds to the issue of how do we deal with climate change? How do we deal with religious conflict? And my answer is stop talking about states and start talking about cities. And that means that cities, the focus on cities, cities governing themselves democratically, cities working together globally, becomes a third absolutely vital topic, because it's a question of changing the paradigm of modern governance in a way that allows democracy once again to deal with issues it's not dealing with very well, namely the first two, climate change and religious strife, religious conflict and religious division. There are a number of other things that city government of a parliament of mayors would also deal with, but those are among the most important issues that mayors have to deal with and do deal with, and that states are not dealing with. So there you have it, three
issues, climate change, religion and religious division, and changing the subject from nation states to cities as a basis for government in responding to global problems we face. Those, to me, are three of the most significant problems we face and would be a welcome focus for our G8 meetings. Ik verwacht heel veel van de G8. Er komen allemaal belangrijke denkers. Die spreken wel eens vaker ergens, maar we gaan ze nu bij elkaar brengen. En ze zullen ook met elkaar in gesprek gaan. En ik ben heel nieuwsgierig wat er gebeurt als we die intelligentie bundelen. En een soort gezamenlijke denkkracht ontstaat om zich over bepaalde problemen te buigen. Ze doen dat overigens ook in interactie met het publiek. Dus het publiek kan ook vragen aandragen. Maar in die zin wordt het echt een soort collectief evenement waarin we iedereen echt aan het werk zullen zien. Wat mij het meest fascineert is dat we Nederland als een soort modelboerderij kunnen opvatten, waarin alle wereldproblemen in een soort snelkooppan plaatsvinden. En daar hebben we in Nederland allemaal oplossingen voor. Sommige Nederlandse oplossingen zijn beter dan buitenlandse, sommige buitenlandse beter dan Nederlandse. En ik zie heel erg veel erin om die buitenlandse denkers die punten waar wij nog iets aan kunnen doen te zien verbeteren eigenlijk. U kunt ons helpen de G8 van de filosofie mogelijk te maken. Voor slechts €12,50 bent u lid van Omroep Human, investeert u in filosofie en krijgt u korting op de toegangskaarten. Het wordt één grote publieksmanifestatie waar jullie van harte uitgenodigd zijn om mee te spreken. En dat gaat plaatsvinden op 18 april in de beurs van Berlage.